Ja, Knoop, CDA. Wat was voor jullie het klapstuk van de avond? Ja, het klapstuk van de avond is gewoon dat we een vastgestelde begroting hebben. En het is altijd mooi als je grote voornemens hebt als gemeente, dat we die dan eigenlijk in alle rust met elkaar kunnen bespreken. We hebben als CDA, zeg maar, onze kaders heel duidelijk staat bij de kadernota. Dat is vertaald in de begroting. Dat is goed gedaan door het college en daarom konden we met de begroting instemmen. En voor ons was enorm belangrijk dat er nu ook overeenstemming binnen de raad is gekomen over hoe wij de woningbouw gaan aanpakken in deze gemeente. En daar hebben we hele duidelijke lijnen voor neergezet waar het college nu heel strak mee aan de slag gaat. En ja, daar gaan de mensen straks nog meer van merken, te beginnen in Nieuwbergen. Klapstuk van de avond. Ja, het klapstuk van de avond was eigenlijk de hele begroting. Een begroting die rammelt van alle kanten. Een begroting die vervolgens toch goedgekeurd wordt. Een begroting met veel risico's, veel onzekerheden. Maar de coalitie heeft er vertrouwen in dat dit college dit allemaal gaat fixen. Nou, de toekomst zal het uitwijzen. Kern heeft een realistischer beeld en vindt als je een begroting maakt, dan maak je een echte begroting. En wij vonden dit toch eigenlijk wel een beetje een nepbegroting. Dus daarom hebben wij ook tegen moeten stemmen. Nou, het klapstuk. Ik denk dat het vooral eigenlijk weer een winstsituatie is voor onze inwoners. Ik denk dat we weer een mooi beleidstuk hebben voor volgend jaar. Dat onze inwoners weer volop bediend worden. Er zijn wat zaken aan de orde geweest. Dus onder andere, kijk, we hadden redelijk ingezet op het zwerfafval. En afvalbakken in onze gemeente die daarna onze mening nog steeds te weinig zijn. Toeristenbelasting is verhoogd of gaat verhoogd worden, zodat dat ook uit te leggen is aan onze inwoners. Dus niet alleen de lasten voor onze burgers, maar ook we doen veel voor de toeristen. Ja, zoals gebruikelijk is dat een beetje de OZB-belasting, om te zorgen dat onze burgers niet te veel lasten hebben. En daar maakt de VVD zich altijd hard voor. Maar daaraan gekoppeld is dat jullie het stokpaardje ook gaan loslaten na 2020. Ja, dat klopt. Als je 4 ton te weinig krijgt van het Rijk, dan kunnen we nu blij zijn dat we nog 50.000 euro niet aan onze burgers hoeven vragen. Maar ja, op termijn is dat eigenlijk niet meer haalbaar dan. Ja, en dan ontkom je er eigenlijk niet aan om dan ook je inflatiecorrectie te doen. Nou, de VVD laat inderdaad het stokpaardje, de verhoging van de OZB los. Maar wat mij nog veel meer bevreemdt is dat een VVD als ondernemersvereniging toch, ondernemerspartij, dat die de toeristisch recreatieve sector in de steek laat en zomaar meegaat in de verhoging van de toeristenbelasting. Was u verrast dat de VVD haar stokpaardje heeft losgelaten? Ja, ik vond het wel heel erg mooi. Had er ook wel een beetje op gezinspeeld dat dat zou gaan gebeuren. En ik denk dat het een verstandig besluit is om onze onroerend zaakbelasting, want daar doe je denk ik op, om die zeg maar in de toekomst met inflatie te verhogen. En dat gaat dan in met de ingang van 2021, nog niet in 2020. En dat is denk ik een heel goed besluit. Dank u wel. Ik denk dat dat ook een mooie deal is die we hebben kunnen sluiten. Laten we gewoon zo zeggen van, nou, wij vonden dat eigenlijk gewoon uit het punt van goed beleid en goed rentmeesterschap is het eigenlijk logisch. Als je zegt, we spreken de nullijn af, dat we dan de inflatiecorrectie gaan berekenen. Nou, die inzichten zijn 2 jaar lang niet overgenomen. Dit jaar was de ruimte er nog om dat niet te hoeven doen. Maar vanaf volgend jaar gaan we dat in ieder geval op een verstandige manier doen. Want ja, zolang we nog op allerlei andere dingen moeten bezuinigen, is het ook niet uit te leggen van dat je waar je geld binnen kunt halen, dat je dat niet doet. De VVD heeft gezegd, als het Rijk structureel minder geld geeft, moeten wij het wel ergens gaan halen. Ja, dan we moeten toch een sluitende begroting hebben. En dan moet je de burger ook in meenemen. En ja, dat is dan helaas niet anders. Maar gelukkig hebben we dit jaar dus nog kunnen voorkomen. Ook omdat de afvalstoffenbelasting met 10%, met 30% omhoog gaat. Totale lasten met 10% en niet met 12%. Dus dat hebben we dan bereikt vandaag. Deed wel even pijn in het liberale hart? Nee, je moet reëel zijn. Als je het geld niet krijgt van het Rijk, dan kan het niet anders. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.